Goedenavond. Het imago van de aardappelhoofdstad van de wereld, Emmeloord, heeft een flinke deuk opgelopen. Er zijn namelijk nogal wat klachten binnengekomen over het internationale aardappelevenement Potato Europe, dat gisteren plaatsvond. Aangeschoven is verslaggever Harry Severens. Harry, wat is er allemaal aan de hand daar? Nou, het wordt pittig omschreven. Een klerenzooi, een modderbende, chaos. Zo kwalificeert een aantal deelnemers van die beurs wat er allemaal gebeurd is. Ja, en wat is er dan gebeurd? Je hebt twee gedeeltes. Er zijn tenten neergezet. En dan kun je allemaal aardappels kijken. Allemaal van die standjes. Kun je met elkaar praten over de aardappelzaken. En buiten staan die grote machines. Je kent ze wel, die over het land gaan om de aardappels te rooien. Om de aardappels te poten. Om de aardappels te vervoeren. En juist buiten, door die enorme regenval, was het echt één onbegaanbare modderzooi geworden. Demonstraties konden ook niet doorgaan. En ja, de organisatie had wel pech. Want de eerste dag afgelopen woensdag stormde het. Kon het helemaal niet doorgaan. Ook nog al die regen erbij. En toen kwamen al die bezoekers die de eerste dag zouden komen. De tweede dag was het natuurlijk ook nog extra druk. Ja, en dat was niet het enige. Er waren nog meer klachten. Ja, want door die regen waren ook parkeerterreinen niet. Konden mensen niet parkeren. Andere parkeerterreinen, pendelbussen ingezet. Nou, er zijn mensen die wel een uur hebben moeten wachten in de regen op een pendelbus. Ja, maar ja, dat weer, hè, dat is natuurlijk ook een beetje overmacht. Had dit nou voorkomen kunnen worden? Ja, volgens de mechanisatiebedrijven die daar waren wel. Want Jan Jippes van fabrikant Grimme, die zegt, dit is al eerder gebeurd en daar hebben ze niks van geleerd. 4 jaar geleden was het dus op dezelfde locatie en waren de omstandigheden vergelijkbaar. En daaruit had men al lang een hele goede leer kunnen trekken. Ja, wat betekent dit voor het imago van Emmeloord als aardappelhoofdstad? Uiterst slecht, uiterst slecht. Nou, dat is forse kritiek, niet mals. Organisatie, is die inmiddels benaderd? Hebben ze een reactie gegeven? Ja, dat is DLG Benelux. En die zeggen, nou, het weer was natuurlijk de grote spelbreker. Dat was het natuurlijk ook. En zij zeggen, we hebben er echt nog alles aan proberen te doen om het voor elkaar te krijgen. Extra rijplaten, zaagsel. Maar dat was dus niet voldoende. En zij zeggen, ja, al die kritiekpunten, want dat nemen ze wel ter harte, die gaan wij meenemen in een evaluatie. Hè. Zo gaat dat dan. Mm-hmm. En die evaluatie die moeten ze toch echt doen. Want de gemeente Noord-Oostpool, hè, die willen toch de aardappelhoofdstad van de wereld zijn. Die zijn hier ook niet blij mee. En die willen absoluut bij die evaluatie betrokken worden. Ze hebben ze zojuist in een persbericht laten weten. Ja. Is er al een oplossing eigenlijk? Ja, volgens de mechanisatiebedrijven zeggen, die is er wel. Hè. Je moet het beter organiseren. Maar misschien is een andere locatie ook beter. Het evenemententerrein in Biddinghuizen bijvoorbeeld. Daar heb je al verharde wegen op dat evenement. Terrein. Ja. Daar zakt niemand weg. En daar kun je dan alles mooi neerzetten. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Of het eerder in het seizoen houden. Want dan heb je niet zoveel kans op al die regen die je in september krijgt. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Ja, maar dat terrein Biddinghuizen, dan lopen de wegen natuurlijk weer vol. Hè? Daar is ook nog een oplossing voor. Met 10.000 bezoekers lopen daar ook de wegen vol naar het festivalterrein toe. Ja. Ja, in elk geval laat de oplossing nog even op zich wachten. Dankjewel. Harry Severens.